Een speciale commissie onderzoekt vandaag of de condities voor die perfecte duiker zijn. En of de zee vrijgegeven mag worden. Mannen, ik stel voor dat we met de metingen beginnen. Wil jij rapporteren, Rick? Ja, ja, ja. Zo mag het strand niet te veel steen hebben. Nou, we gaan kiezel noteren vandaag. Kiezel, kiezel. Het water moet niet te vlak zijn. Alex en Nico, zouden jullie met ons speciaal ontwikkelde golfhoogtemeetinstrument de golfhoogte willen bepalen? Waar gaan we het water in doen? In Nederland, waarin meren en plassen worden gedoken, dat kan, maar het is geen nieuwjaarsduik. Nieuwjaarsduik is in de zee. Er moeten golven zijn, anders is het geen zee. Een aardige golf hoor, dit jaar. Ja, hè? Ja. Minder dan een meter, dat valt mij. Ook goedgekeurd. Dan nog de temperatuur van het water. 10 graden? Nou, het is toch wel 10 graden. Ik ken net, hè? Ik ken net. Waarom moet het niet worden? Wat? Hoe serieus is deze test? Bloedserieus. Bloedserieus. Ik probeer er ook zo strak mogelijk bij te kijken om uitdrukking te geven aan onze professionaliteit. Ja. Test. En tot slot een slokje water om te proeven of het wel zout genoeg is. Het is brein zout. Het is zout, hè? Ja, het is goed zout. Heel zout. Ga zout. Heel goed. En dat kan maar één ding betekenen. Na alles gezien te hebben, denk ik dat we kunnen darkie-ooi. Darkie-ooi!